Esther, met Chantal. Tadaa, een strep. Een yoga strep. We gaan je een aantal dingen laten zien wat je allemaal met zo'n strep kan doen. Heel vaak tijdens de gewone filmpjes zeggen we wel eens van goh, gebruik hier een strep voor. Maar als je die niet hebt, kan het ook een riem zijn of een bagageband. Voor deze dingen die we gaan doen is het wel heel fijn als het een echte strep is. Die dingen die hoeven helemaal niet zoveel te kosten. En je kan er best leuke dingen mee doen om je strep, om er een lus van te maken. Soms hebben we een grote lus nodig, soms een kleine lus, soms helemaal geen lus. Maar willen we er een lus van maken, dan bij de meeste werkt het zo. Je hebt twee van die ijzertjes, je steekt hem door beide heen. En dan over de eerste en onder de tweede. Oh, kijk eens aan. En dan kan je hem helemaal aantrekken, zover als dat je wil. En we gaan beginnen met een liggende vlinder, Supta Konasana. En dan kan het soms heel lekker zijn. Wat we vaak doen is blokken of bolsters onder onze knieën leggen als we een tijdje willen ontspannen in die houding. Maar je kan dus ook je strepje gebruiken. Dat kan op twee verschillende manieren. Je kan je voetzolen tegen elkaar aanbrengen en de strep helemaal naar je enkels en naar je heupen brengen. Dan trek je hem aan totdat je voelt dat je redelijk kan ontspannen. En dan lig je heerlijk zoals Esther dat doet. Wat je ook kan doen is de lus om je knieën brengen. Je voetzolen tegen elkaar aan. Dan blijft de lus wat hoger. En dan ga je liggen. Ah, dan kan je heerlijk ontspannen. En het fijne van zo'n strep is als je merkt dat je lichaam je uitnodigt om wat dieper in zo'n houding te komen. Dan kan je heel simpel door de ijzertjes wat naar achter te trekken. En aan de lus te trekken, kan je zomaar wat dieper in die houding gaan zonder al te veel moeite. Je kan volledig al je gewicht, al je spierspanning laten gaan. Hele fijne heupopener met een beetje ondersteuning. Blijf er nu helaas niet al te lang in liggen. Dus als je wil, dan zet je hem even op pauze en dan breng je een paar minuten door in die heerlijke liggende vlinder. Maar we willen je heel graag nog wat andere dingen laten zien die je met die strep kan doen. En de volgende die we laten zien is een boothouding, Navasana, met gestrekte benen. Met gestrekte benen kost best wel een beetje tijd om daarin te komen. Kost veel spier- en beenkracht. En stel nou dat je die eigenlijk wel wil, maar je bent er nog niet helemaal. Dan zou je je lus behoorlijk groot kunnen maken. Dan sla je hem om je heen, breng je hem onderdoor je oksels. Breng je voeten in de lus. En dan het liefst op de ballen van je voeten. Dat vinden je voeten het fijnst. En dan moet je even gaan meten hoe groot die lus precies moet zijn. Maar is die best lekker zo? Maar is die nog niet klein? Is die? Ja, dat kan ook. En als je dat zo onder je oksels doet, dan ga je misschien meteen voelen wat wij altijd bedoelen met je borst omhoog liften in Navasana. Dus we willen dat die zitpotten in de mat gaan, dus dat is een neerwaartse kracht. Maar we willen dat je je borst lift, we willen dat je je schouders ontspant, breed houdt. Maar die borst, de richting daarvan, is omhoog. En die strep achterop je rug, die zorgt daarvoor. En je voelt misschien wel, het is niet dat je niks hoeft te doen als je met een strepje werkt, toch? Ik moet toch wel behoorlijk hard werken. Je kan je aan je strep vast blijven houden. Je kan je handen, zoals we dat bijna vast gaan doen, ook langs je benen houden. Dan zou je kunnen oefenen met wat minder druk op die strep uit te oefenen. En dan weer wat meer druk en wat minder druk. En zo kan je werken aan de Navasana met gestrekte benen of hem gewoon eens doen. En Esther, wat je net deed, is hij helemaal niet verkeerd hoor met zijn strepje. Is best lekker. Gewoon een klein beetje ondersteuning in plaats van in je knieholte. Kan je die strep prima gewoon gebruiken. Het volgende wat we willen laten zien is een bruggetje. Eigenlijk als voorbereiding voor volledig wiel, Urdhva Dhanurasana. Zet je voeten plat neer op de mat, dicht bij je zitbordjes. Dan duw je altijd je handpalmen stevig in de mat. Je voeten staan op heupbreedte en dan, dan duw je heup omhoog. En dan loop je schouderbladen wat naar elkaar toe.
En wat een mooie tussenvorm is, dus als je uiteindelijk zou je kunnen werken naar het vastpakken van je enkels. Dat is voor sommige mensen haalbaar, voor anderen niet, en dat is ook prima. Maar als dat iets is waar je mee bezig bent en waar je graag naartoe wil werken, maar je bent er nog niet helemaal, dan kan je je strep pakken, om je enkels slaan, met beide handen vastpakken. Dan duw je je voeten stevig in de mat, je rolt wervel voor wervel, je heupen omhoog, je loopt je schouderbladen naar elkaar toe. En dan kan je dus met je handen gaan inlopen, door ze via de strep steeds dichter bij je enkels te brengen. Dan kan je een goed kracht zetten op die strep en daarom nog meer borstbeen strekken, nog meer je heupen omhoog brengen. En op die manier kan je spelen met dat bruggetje. Het is gewoon een extra optie. Ook een hele fijne, daarvoor moet je een hele kleine lus maken. Dus je schuift je strep helemaal lang, zodat je uiteindelijk maar een klein rondje overhoudt. Ook vaak doen is bij op je rug ligt waarbij we uiteindelijk met die eerste twee vingers de grote teen willen vastpakken en het been dan richting ons lijf willen trekken, maar dit hier, dat is best een afstand. Niet iedereen hamstrings zijn daarvoor in de stemming. Nu niet, misschien wel nooit niet. Maar het kan wel prettig zijn om dat gevoel te ervaren. In dat geval doe je die lus weer om de bal van je voet. En als je dan zorgt dat die strep onder je rug ligt. En dan moet dat wel zijn onder je bovenrug. Want je onderrug oefent niet genoeg krachten uit. Dan kan je dus je schouders volledig ontspannen. Je kan de strep ook wel vasthouden met je handen, maar dan wil ik dat je niet knijpt van die witte knokkels. Dat je niet die strep zo hard moet vasthouden dat je helemaal verkrampt ligt. Dus om daarvoor te zorgen dat je dat niet doet, zou je op de strep kunnen gaan liggen. Dan kan je handen kan je gewoon langs je lichaam leggen, ontspannen, je schouders zijn ontspannen. Wil je dat been langzaam maar zeker wat dichter naar je lijf trekken, dan trek je simpelweg de strep wat strakker aan. We kunnen hier ook, wat we ook regelmatig doen, opzij gaan. Dan de strep waarop je ligt, met je rechterhand in dit geval. Mijn linkerbeen zit in de strep. Mijn rechterhand houdt de strep vast die onder mijn rug komt. Kan je heel langzaam kan je benen opzij gaan bewegen. En dan zal je misschien steeds die strep wat strakker aan moeten trekken. Misschien gaat je been maar een klein beetje opzij. Misschien leg je hem helemaal op de grond. Maar ook hier kan je je schouders blijven ontspannen. Je borst. Terwijl je wel heel erg werkt aan het openen van je heupen. Maar heel bewust die heup van het gestrekte been wat op de mat rust, kan je naar de mat toe duwen. In mijn geval is dat mijn rechterheup, dus de andere kant. Mijn linkervoet zit in de strep. Mijn rechterheup duw ik stevig terug naar de mat. Goed. En natuurlijk doe je dat ook even aan de andere kant. Laten wij dat vooral ook even doen. Anders ga ik een beetje scheef lopen. Dus je brengt je strep om je voet. Onder je rug langs. Dan ga je een beetje zoeken. Door. En als je er klaar voor bent, ga je heel zachtjes ga je die voet richting de grond brengen. Doe je linkerheup terug naar de mat als je rechtervoet in de strep zit. Dus breng je terug naar het midden. Komen zitten. Je kan ook een heleboel leuke staande dingen met die strep doen. En je kan er zelf een klein beetje mee flowen. Ah,
als je die strepje nog in die kleine lus zit, want die hebben we straks nog nodig, die laat je nu gewoon hangen. Je pakt hem stevig tussen je vuisten. En dan zou je op een inademhaling brengen, je armen omhoog. Helemaal te achteren op je uitademhaling laat je die strep gewoon zo ver als nodig is glijden, totdat je je armen naar achter kan brengen. Adem je in, open je borst, breng ze terug omhoog. En uit, breng ze naar voren. Doen we nog een keer in, omhoog. Uit, naar achter. In, omhoog. Uit, langs voor, naar beneden. Laatste keer. In, omhoog. Uit, naar achter. En als je dan achter bent, dan sla je handen een keertje erom, zodat het wat korter wordt. Wat je dan kan doen, is je voeten wat meer op heupbreedte zetten, mochten ze dat nog niet staan. Jij stond al zo, zeg ik. Heel goed. En dan kom je naar voren, dan buig je vanuit je heupen en dan mogen je benen gebogen zijn. En dan komen je armen mee in die beweging en laat je je hoofd zwaar hangen. En dan heb je een hele mooie schouderopening. En misschien beweeg je een beetje van heen en weer door je ene been te strekken en dan je andere been. Misschien beweeg je je armen mee. Kijk maar eens wat je prettig vindt. Gebruik die strep om tegenaan te hangen, zodat je schouders kunnen ontspannen en een beetje ruimte kunnen zoeken. Heel goed. Kom je terug omhoog. Weer naar die originele grootte, dan breng je ze helemaal omhoog. En dan doen we het weer, maken we hem ietsje korter. En dit keer blijven we ze gestrekt omhoog, met die korter. En dan gaan we een zijstrekking doen. Dus je brengt beide handen, breng je naar links. En dan adem je in, kom je terug naar het midden, dan ga je naar rechts. Dan doen we nog een keer in, naar het midden, uit, helemaal naar links. In, naar het midden, uit. Ja, heel goed. Dan gaan we de lus gebruiken. Dan mag je je voet in doen, je linkervoet. Dat ik het zonder handen kan. Dat ik je aan het vissen ben. Dat ik een beetje op vissen. Die houding die we net liggend deden, daar is ook een staande variant van. Uddita Hasta Padangusdasana. En tussenvarianten kunnen zijn. Uiteindelijk zou je je grote teen willen pakken en zou je je been willen uitstrekken. Als je daar nog niet bent of je hebt er geen zin in, dan kan je je knie vastpakken. Of je kan hetzelfde doen, maar dan je been gebogen houden. Als je nou toch een keer lekker dat been wil strekken, maar je komt gewoon met geen mogelijkheid bij je grote teen, dan heb je dus een strep. Dan kan je strep gebruiken. Je strep vast in je rechterhand. En dan gebruik je je linkerhand gebruik je om die voet weer omhoog te tillen. Dan trek je hem een beetje aan, zodat je niet heel onhandig met je armen staat. En dan sta je in die balanshouding. En of je dat dan met één hand doet of met twee, dat is helemaal aan jou. Wat je nu ook kan doen, wat we net deden, is dat been openen. Goed met je bovenlichaam, met je heupen naar de voorkant, met je rechterheupen, met je bovenlichaam naar de voorkant van de mat en open alleen die linkerheup. Hartstikke goed. Breng hem zachtjes weer terug naar voren. En als je dan je been buigt en je hiel naar je bil brengt en je armen boven je hoofd. Ja, heel goed. Als het goed is, draait die strep gewoon mee. En je zou dan met je handen langs het touw gaan lopen. Dan sta je zomaar in danserhouding. Goed. Dan mag je best een beetje naar voren komen met je bovenlichaam. Kijk maar waar je komt. En dan laat je die strep glippen. En dan zet je je voet, grote stap naar achter. Beide benen gestrekt. En dan loop je nog een keer met je handen helemaal naar achter. Strek je de voorkant van je lichaam. Goed. Laat je strep los met je rechterhand. Hou hem vast met je linkerhand. En draai door naar de achterkant van je mat. Je rechtervoet draai je schuin uit. En je linkertenen wijzen helemaal naar achter.
een variant op Uttita Trikonasana, driehoekshouding. Die doen we normaal met de arm gestrekt. Zo hoort je ook. Maar het kan soms lekker zijn om te oefenen met die zijwaartse strekking. En om ervoor te zorgen dat die ook zijwaarts is. Dus dat je niet naar voren gaat, maar opzij. Kan je de strep gebruiken door nu met je linkerhand te gaan trekken aan die strep. Je rechterhand reik je dan omhoog. Heel goed. En als je dat strakker trekt aan die strep, dan voel je dat als het goed is aan je rechterflank. Blijf goed reiken met je kruin. Doe beide voeten stevig in de mat. Hartstikke goed. Kom je terug overeind. Draai je tenen door naar de voorkant van je mat. Dan zou je kunnen gaan spelen met Ardha Kadrasana. Halve maanhouding. In dat geval zet je je hand in de buitenste rechterhoek van je mat. En als je nou iets daaronder wil, een blok of een boek. Wil jij iets eronder? Nou, ik zal het even, wel. Even laten zien. En zoals jij het even laat zien. Het lijkt wel een marionet. Door de stad gaan lopen. Heel goed. Want dat is best een spannende balanshouding, zeker in het begin. Dus wat je gaat doen, is je buigt dat voorste been. En dan zet je je hand of op dat blok of op je vingertop op de mat. En dan kan je dus, in dit geval, kan je met je linkerhand dat been omhoog brengen. En dan wil ik dat je probeert die schouders op elkaar te stapelen. Dus dat je borst opent. En dat je je heel van je gestrekte linkerbeen wat naar beneden brengt. En je tenen probeert naar het plafond. Dus het is echt een weer naar buiten, die heup open. Ja, heel goed. En dan buig je dat been weer. Dan zet je hem naast je rechter. En dan kom je overeind. Best leuk, toch? Super leuk. Dat gaan we nu alles ook een keer doen aan de andere kant. Zo'n voorbereiding niet doen op een flow. Maar soms is het de moeite waard. Gewoon als je iets zin hebt, iemand anders. Daar ging je maar. Je hebt het lange eind in je linkerhand. En dan mag je je benen omhoog brengen. En dan ga je met je rechterhand ga je een beetje inlopen. Goed. En dan adem je rustig door. Je ontspant je schouders. Zorg ervoor dat je hoog op je linkerheup blijft staan, dat die niet inzakt. En als je er klaar voor bent, dan mag je gaan openen. En je hoeft dat been niet zo hoog te houden. Het is ook prima als je hem hier houdt. Dat is het fijne van een strep. Je kan die afstand zelf bepalen. Goed, breng hem terug naar het midden. Dan gaan we die voet weer naar achter brengen. En of je dat nou in een vloeiende beweging doet, of je zet die tenen even neer. Alle twee prima. Je hiel richting je bil en ga dan heel langzaam met beleid je armen, handen over de strep naar je voet lopen. En zoals altijd geldt, ook voor mij, dat als je eruit valt, dat je er gewoon weer in klimt. Grote stap naar achter, laat je strep maar door je handen glijden. Strek beide benen en loop even helemaal met je handen naar achteren en probeer je armen dan te strekken. En dan voel je overal wat gebeuren. Hartstikke goed, gaan we naar die driehoekshouding. Even aan de voorkant van je mat, zodat je het goed kan zien. Rechter tenen wijzen naar de achterkant van de mat. In jullie geval, de linkervoet is uitgedraaid. Je hebt je rechterhand recht boven je voet. Dan ga je rustig aan je strep trekken. Dan kijk je of je goed die borst richting het plafond geopend houdt. Misschien moet je wat hoger, misschien kan je wat lager. Dan rijd met je linkerhand omhoog, rijd met je kruin naar voren. Goed. Hartstikke goed, kom je overeind. Dan gaan we naar Ardha Kadrasana met het linkerbeen voor. Zodat je je strepje weer vast hebt met je rechterhand, buig je voorste been.
Plaats je hand of op je blok en stapel boeken of op je vingertoppen. Buig je been en ga dan langzaam strekken. Terwijl je het strekt, trek je je achterste been wat omhoog. En ook hier, dat mag ook prima hier zijn. Dan heb je gewoon een wat langere strek nodig. Dus die laat je dan gewoon vieren. En als je merkt dat je je been op kan tillen, dan wikkel je die strek gewoon om je hand. Open je heup zoveel als je kan. Stapel je heupen bovenop elkaar, je schouders bovenop elkaar. Heel goed, buig je voorste been. Stap bij met je rechterbeen. Breng je billen naar de mat. Heel goed. Ah, zit hij bij jou ook nog erin? Dan gaan we meteen door met Ardha Baddha. Daar is hij namelijk ook heel handig voor. Dat is een houding waarbij we willen binden. En wat willen we binden? Die hand met die voet. Dus wat we dan altijd doen, is laat je strek maar even los. Kijk alsof je er gewoon kan inkomen zoals je dat meestal doet. Mocht je dat heel vaak doen, deze houding. Dat je gewoon je been eventjes wicht om wat ruimte te maken in je heupgewricht. En dat je dan je rechtervoet zo hoog mogelijk op je bovenbeen legt. Misschien wel met je hiel helemaal bij je buik. Wil die daar niet komen, blijft die hier hangen, is dat ook prima. Want we hebben een strekje. Wat we uiteindelijk zouden willen, waar je been op ligt, waar je voet op ligt, is dat je met je rechterhand achter langs je rug gaat. En dan ooit misschien die tenen pakt. Maar als je nou hier hangt, dan zijn die tenen nog echt een heel erg stuk weg. En dan heb je nu je strep. Die kan je vastpakken met je rechterhand. Daar kan je wat druk op gaan uitoefenen. Je kan je vingers inlopen. En dan heb je dus je linkerhand vrij om in te ademen en lengte te zoeken. En om dan naar voren te komen. En dan heb je je hand misschien op je knie. Misschien op je scheenbeen, op je enkel. Misschien heb je je voet vast. En tegelijkertijd blijf je hier die strep stevig aanspannen. En dan voel je dat als het goed is ergens aan de buitenkant van je rechterheup. Ja? Ja hoor. Misschien aan de onderkant, achterkant van je linkerbeen. Misschien voel jij hem op heel veel andere plekken en dat is ook prima. Adem je rustig door. Ja, houd je gestrekte been goed actief door je knieschijf omhoog te trekken. Ja, goed, dan mag je van kant wisselen. Een beetje gefutseld, hè? Nou hè? Ja. Als je eenmaal in de pose zit, is het lekker, maar... Het vergt even wat, hè? Je kan het ook gewoon gebruiken als een hele lange pauze tussendoor, voordat je van de ene afschuwelijke houding in de andere moet komen. Goed, je legt je been weer, als het daar klaar voor is, ergens op je bovenbeen. Zover als dat voor jouw lichaam mogelijk is, richting je buik, richting je bovenlijf. Je linkerhand dit keer gaat achter langs je rug. En het fijne van die strep is dat die heel lang is. Dus als je hand vanwege je schouder niet verder dan hier komt, is het ook prima. En dan nog kan je, en dat is het fijne van die streps, als je er eenmaal in zit, dat houdingen die anders totaal niet beschikbaar zijn voor bepaalde lijven, dat die ineens beschikbaar worden. Adem je in, zoek je lengte, adem je uit, kom je naar voren, een beetje een heleboel. Mag allemaal. Wat ik altijd zeg is dat je je inademhalingen kan gebruiken om lengte te zoeken in die ruggengraat, in je lijf, ruimte te zoeken en op je uitademhaling eventueel gebruik te maken van die gecreëerde lengte en ruimte door daarin te duiken, al is het maar in je hoofd. Heel goed. Mag je je voet bevrijden. Nog zo'n voorbeeldje is een houding waar we ook eigenlijk die verbinding willen maken met ons lijf, waarbij je met je handen je voeten raakt. Als die verbinding niet beschikbaar is, kunnen we die strep als surrogaatverbinding. Ja, surrogaatverbinding, heel goed. En ademen, lange rechte rug, sippeltjes in de mat en op je uitademhaling met diezelfde lange rug. En dan moet je uitkijken dat je niet als een malle met hoge schouders die dicht bij je oren hangen. Maar dat je die schouders weg blijft duwen van je oren. Breed houdt. Dat je met je borst slijt. Best lekker. Ik zou er nog wel even willen blijven. Maar laten we doorgaan naar... Een laatste variant. Daarvoor mag je
Alsof je naar duif, naar duif gaat. Dus dat wil zeggen dat je even op je handen en je knieën mag komen. Dat je dan je rechterknie naar je rechterpols brengt. En je linkervoet een beetje naar buiten, zodat je met je achterste voet naar achter kan gaan lopen. Totdat je uiteindelijk met je heup op de grond zit. En sommige mensen die kunnen dat voorste been helemaal naar de voorkant van de mat brengen. Anderen willen het dichter bij hun lijf. Je mag best een beetje opzij zitten, niet te veel. Als je heel diep moet, dan zou je ook eventueel een kussentje of een blok onder je bil kunnen leggen. Onder je, zodat je bil bijna. Hè? En wat je dan mag doen is... Ja, dat is best wel een dingetje. Dat is wel een dingetje. Is weer volledig uit je houding komen. Zodat je die lus, wat je misschien beter van tevoren kan doen, gaan we straks bij het andere been doen, om je achterste been kan brengen. Moet je weer terugkomen in die houding. Totdat je weer mooi rechtop zit. En dan ga je... Twee handen. Ga je langzaam inlopen. Dan blijft je bovenbeen gewoon op de mat. Het is niet de bedoeling dat we die optillen. We willen kijken of we die strekking aan de voorkant van ons lijf... Natuurlijk heb je te maken met een enorme achterrug. Met een holling in je onderrug en ook in je bovenrug. Maar je moet hem echt gebruiken als strekking van de voorkant van je lijf. En daarom is die strep ook zo fijn. Omdat normaal kan je dit eigenlijk maar met één hand doen. Omdat je dan met één hand grijpt. En je kan heel moeilijk die andere hand daarop brengen. En het fijne van die strep is. Esther ademt of onverstoorbaar door. Dat je dan met twee handen je keel omhoog kan brengen. En zo even kan vertoeven. Langzaam laat je dan... Je strepje vieren, lekker toch? Oké, we hebben geleerd. Maar best nog een balanspose ook. Best wel, hè? We hebben net geleerd dat ze nu alvast de strep om onze voet heen brengen. Dat zie je maar. Aldoende leert men. Mag je weer op je handen en je knieën komen? Breng je dit keer je linkerknie richting je linkerpols. Breng je je voet wat richting de rechterkant van je mat. Kijk maar wat haalbaar en comfortabel is. Dan zak je in je heupen. Even zoveel mogelijk met je torso recht vooruit. Dan breng je je voet omhoog. Ga je op zoek naar je strep. Hij is er ergens. En dan mag je weer. Zeker voor mensen die wat minder ruimte in hun onderrug hebben, net zoals ik, is het toch heel lekker om het gevoel van zo'n houding te kunnen ervaren. En die hele strekking aan de voorkant van je lijf te voelen. En dan gewoon dromen dat die voet zacht op je hoofd ligt. Wat helemaal niet nodig is als je een strepje hebt. Net zo lekker. Er zijn nog veel meer hele fijne houdingen waar je strep voor kan gebruiken. Denk eens aan een vlinder tegen de muur. Nee, sorry, een spreidhouding. Met je voeten wijd tegen de muur. En als je dan die lus heel groot maakt en je doet die om je voeten, dan kan je heerlijk ontspannen. Ook met je voeten gesloten tegen de muur trouwens. Want je voeten, die als je gaat ontspannen, die gaan dan uit elkaar en als je die lekker samenbindt. Yoga bondage. Oké, genoeg. Geniet ervan, speel ermee. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden. En als je een beetje creatief en buiten de doos denkt, dan kom je een heel eind. Geniet ervan, veel plezier en tot de volgende keer. Namaste.